Nou ja, de dames die willen er graag uit, dus dat gaan we zo meteen doen. Maar we zaten eerst aan een lekker bakje koffie. Ik heb het al op. Ja, jij hebt het ook al op. Zo open, kijk maar. Ja, je hebt het ook al op. Ja. Dus ja, Willy is ook weer in huis, dus dat is wel weer fijn. En we hebben het over fietsbroekjes en weet ik voor wat voor broekjes. Ja, fietsbroekjes. Fietsbroekjes, daar hebben we het over. Fietsbroekjes. Nou ja, en ik wens jullie natuurlijk een hele warme welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds donderdag en de hoeveelste leven we? De 18e juli, of juli, en het is 13:53 en in de Google Hub scherm staat nu dat het 22 graden was, maar ik heb het net nog gevraagd. Toen zei ze van 20 graden, maar de gevoelstemperatuur is 24 graden. Daarom zit ik lekker luchtig bij in mijn nieuwe jurk die ik verder nog niet heb aangehad. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee dat ik hem nou eindelijk aan kan. En morgen zou het nog warmer worden, 25. Is dat zo? Ja? Ja. Oh, nou, dat is niet fijn hoor. Niet met werken. Niet met werken, nee. Voor mij wel, maar ja, voor jou niet. Maar in ieder geval, ja, lieve vrienden, ik ga met de meisjes lekker lopen. En ik heb één gordijn op mijn slaapkamer nog dicht. Nou, die gaat zo wel open. Anders zie ik niks. De andere is wel open. Maar dat moet wel allebei weer dicht voordat de zon aan die kant komt. Nou, als ik eraan denk hoor. Dus, maar oké, wij gaan lekker lopen. Of niet dan, Rijka? Rijka, gaan we lopen? Elwin, gaan we lopen? Dat gaat verdammen, mijn familie. Geen reactie? Nee. Ja, die doet niks anders, hè? Ja. Zo, moet je gapen, dan moet je gaan slapen. Ja, dan moet je gaan slapen. Toch wel? Ja, als je moet gapen, dan moet je gaan slapen. Nou, tante Willy gaat al slapen. Nee, hoor. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Ik heb het scherm lekker naar beneden. Vanochtend vroeg al, dat ik met Rijke naar beneden ging. En ja, ik weet niet of de buren verder hadden wel dicht, behalve mijn buurman naast me niet. Maar die heeft er nou ook dicht zo te zien. En ik keek in het vreemd op dat ik de eerste was die hem dicht deed. Ja. En zo ultra vroeg was ik er ook niet eens iets uit met Rijka. Nee. Maar wel te vroeg om eruit te komen. Ja. Hé, dametje van het goede leven. En daar nog één. En mijn kereltje, ja, die is achter de deur. Hé, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan, want het zal wel weer over heel Nederland wezen. En ergens anders weer regen, waar het van de week mooi weer was. Je weet het niet, hè? Nee. Maar oké, lieve vrienden, tot later. En nou, dat ligt daar zo lekker lief. Dat laat ik mooi zo liggen. Rijka ligt zelfs gewoonlijk weer op de speelgoed. Om dat te bewaken. Denk ik. Ik weet het allemaal zelf niet. Hé? Maar ja, ik ga er hard op, trek wel mijn vest aan, want in de schaduw is het koud, in het zonnetje is het warm, dus mouwen omhoog, maar wel de vest aan, lekker warm daarop dan. En dan ga ik met de booster weg, ik moet sowieso ook wat boodschappen doen. Ja, gaat ook gewoon door en jullie gaan wel mee. Ik kan wel wat weer wakker. Maar in ieder geval, ik weet verder niet wat ik ga doen. Eventjes gewoon een rondje stad. Want ik heb niet zoveel put, denk ik meer. Dan moet ik eerst een beetje bekijken. Maar jullie gaan gewoon in de tas. Niet in mijn schoudertas, maar in de tas aan de booster. Ja. Dat komt helemaal goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta hier al in de stad bij de HEMA voor en daar zien jullie het station met een toren ervoor en die toren was een klok. Maar er viel me wat op en dat was nog niet eerder zo.
bovenop die toren, er staat nog iets. En ik hoop dat ik dat red met inzoomen, dat jullie dat zien. Er staat een bol op, laat me zeggen. En dat is dus ook weer een camera. Ja, die vuile ratten, ze weten de weg mee. Vuile kringen. Nou, dat moet allemaal... Ik zie die toren zelf niet meer. Kan je nagaan? Waar? Daar. Ja, dus het is bizar, hè? Om ons, het volk, in de gaten te houden. Ja? Nou, ik ga toch mijn eigen gang. Overal tegenin gaan. Zo simpel als wat. Ja, en ze mogen uit Engeland gauw overkomen, maar dit is er dan ook al een. Ja, en zo heb je de meerdere. Ik zal ze eens in beeld brengen. Ja, ook bij Avanti, weet ik veel hoe dat heet, dat gebouw. De naam staat er wel op, maar ik vergeet het iedere keer. Maar ik zal jullie weer eventjes uitzoomen. Zo. Ja. En dan gaan we die kant eens even op. Allemaal plantjes en blommetjes aan de plantjes. Ja, ja. Helemaal geweldig. Dat is bij mijn vaste bloemist. 9 van de 10 keer haal ik hier mijn bloemetjes. Soms wel eens bij de Romar. Dat maakt even niet uit. Nou, en dat was dus vroeger een parkeerterrein waar vroeger de markt was. Hoi. Maar nou zitten dus een heleboel buitenlanders die voor mij wel terug mogen naar het eigen land. Want hun maken dus hier een dikke, gigantische puinhoop en iedereen wordt bang van hun. Ja, ook dat nog. Ja, we hadden hier een ijsom. Nou, die is nou op een andere manier verder gegaan. Maar het pand hier opgedoekt, omdat hij lastig werd gevallen door dat soort mensen. Ja. En dus. Maar in ieder geval, ook zonde van het park. Want het park op zich is wel mooi en met een skateboardbaan er doorheen. Ik had het liever als parkeerterrein gehouden en dan zaterdag de markt erop en ook met de Juttersmarkt ook de markt erop. Voilà. Ja. Maar in ieder geval, nou ja, jullie zien waar ik op afrij en hier de Albert Heijn, wat dus een wereldeconomisch vormwinkel is. Dus daar wil je geen boodschappen doen. De jeugd gaat er wel naartoe, maar dat moeten ze ook niet doen. Zoals veel meerdere mensen hier boodschappen doen. Nou, dat wil je niet hebben. Nee, alles wat met wereldeconomisch vorm te maken heeft, moet je niet willen. Ook de McDonald's, hè. Ja, eigenlijk wel. Daarom haal ik voor mezelf eigenlijk de niks. Alleen nog wanneer ik met Karin ben. Nou ja, die haalt er dan en ik betaal. Maar dat is maar een paar euro wat ik betaal. Kijk, dat gebouw. Dat zo zag vroeger, heel vroeger, voor mijn tijd nog, het station eruit. Ja. Heel vroeger. Ja. Hoppa. Hoppa. Nou, dit is de kroonpassage. Daar was ik net dus binnen, maar ik ging aan de andere kant eruit. En dan moet ik zo meteen naar Zeeman, want daar heb ik wat besteld. Ja. Kijk, Halte Bellevue. Zo heet dat. Aha, maar dat vergeet ik steeds. Ja, ik zeg altijd Avanti, omdat dat restaurantje daar zo heet. En hier zit ik dan altijd, ja, hier zit ik altijd, Eetsalon de Snackcounter. Ja, gaan we zo meteen ook even, denk ik, ja, ik wil er zin in. Moet gewoon kunnen. Ja, ik heb dinsdag ook wel gehad, maar het is nou donderdag. Nou ja, lekker belangrijk. Maar eerst even naar Zeeman. Ja.
Dus ja, dat dus. Even koeken. Peurl zit er nou in. Aha, Peurl zit nou in hier. Dit was een kledingzaak en nu is het Peurl. Zie je nou? Ja. Nou, ik heb lekker Hans Anders, want de prijs is lekker anders. Ja, ook dat nog eens een keer. Ja, een telefoonwinkeltje. Kom ik nooit. Nooit daar. En het stikt trouwens ook voor de opticiens. Allemaal op elkaar. Nou, dan komen we langs de Golden Sessions. Sessie hoor, weet ik wel. Kan ik ook niet uitspreken hoor. Ja, mijn kapper. Mijn kapper. En daar is de zeeman. En daar moeten we naar binnen. Bij de zeeman. Ja, bij de zeeman. Dus ik doe jullie zo meteen lekker uit voordat ik naar binnen ga. Ja. Echt waar. Dat is de zeeman. Daar ga ik dus zo naar binnen. Kijk, mooie vesten. Lang. Dat noem ik vesten eigenlijk. Zoiets dergelijks zeg ik nou ook ongeveer plus minus aan. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer even in een buurtje beland. Waar die molen wordt gebouwd. Dat zinkelt aan de andere kant van de weg. Maar dan draai ik even daar naartoe. Dat is de molen in wording. Hij wordt mooi. Ik denk, hey, draai daar weer eens even naartoe. Kijk ook die huizen allemaal een beetje hetzelfde model allemaal. Met, echt gaaf. Daar zijn ze ook nog bezig. Dus ja, wel mooi. Dan zeg ik het. Hè. Hi. Dus ja, een molen in deze wijk. Als die klaar is. Ja. Helemaal super. Ik zou ook eventjes langs Marianne, maar de eerste niet. Maar ja, Marianne weet er ook niks van dat ik even zou komen. Maar ach ja, ik heb het toch van de week al gezien. Dus maakt niet uit. Nou, dan ga ik even hier naartoe. Ook wel weer even leuk om het jullie te laten zien. Ja, en daarom zijn ze zelfs nog bezig. Dus ja, dat dus. Dus het komt helemaal goed. En ik ga weer een ander kantje op. Ja, we zien het wel waar we belanden. Dus ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden. Doei, doei. Zo, banjers. Ja, zo maken ze er wat van je bank, hè? Slorde vosjes. Ja, kom ik even thuis, vind ik het zo hier. Ja, en die doet me nog eens een keer zeer, want die springt tegen me op wat ze niet mag. Ja? Is het voor je? Maar oké, dan ruim ik straks alweer op. Ik heb boodschappen gedaan. Ja, dat zullen we gelijk eventjes... Oh ja, ik heb jullie zo. Zo, ja. Dan zullen we de tas er even bij pakken. Hoppa. Ja, die zetten we even hier neer. Die heb ik gekocht. Ga gelijk de koelkast in. Hoppa. Die kan weer dicht. Nou, Willy, die zei dat is ook bijna op. Nou, heb ik er ook maar weer bij gekocht. Citronella, maar dat kan daar niet staan. Want die is al vol. Nou, dat zetten we hier neer. Ja. En ik heb eens een keer een ander merk half volle koffiemelk gekocht. Was net zo duur van, de bekende merk. Frieseflag.
Ja, maak reclame, maar krijg er alleen nog niks voor. Dat is zo jammer. Ja. En omdat ik geen boter lust en iedere keer kaas op brood doe, ik denk, ik moet toch eens wat anders proberen. Ik heb wel even goed kaas weer meegenomen. Maar dit er, dat is sowieso natuurlijk goedkoper dan kaas. Hier zit 150 gram in en dat is knoflook en kruiden. Nou ja, dat vind ik wel lekker. En de kaas, hoeveel plakken zitten er daarin? Dat is 400 gram. Ja, 150 en 150 is 300. En dit is 400, maar ja, dan moet je kijken hoe dik die plakken ook zijn, hè. Soms heb ik een plak in mijn handen en denk ik, hoe dan? Had je er wel twee uit kunnen halen? Zo dik zijn ze dan. Ja, dat dus. Ik kan die rode zakken niet meer vinden. Ik denk dat ze die niet meer krijgen. Met die zwarte papiertjes erom. Dus ja, ik denk ik moet toch iets hebben. Dus ik heb nou deze meegenomen. Ik had vorige keer die gele. Nou deze. En dan moet ik kijken. En dan is er nog een soort. Welke kleur dat is, weet ik niet. Maar in ieder geval kijken welke de dichtstbijzijnde komt. Ja. Nou, koekjes voor die meiden natuurlijk weer. Nog een pakje erbij, want één pakje is leeg. Dus die, dan ben ik aan de tweede bezig. En nou ja, een doos met drinken erin. Dus dat dus. En ik heb hier nog een tartje. Dat komt straks. Ik heb een nieuwe drinkfles gekocht, want plastic schijnt dus niet goed te zijn. Oké, je kan het voor reserve houden. Voor in de auto, als je bij wijze van spreken met een auto weggaat. Zoals met Karen, dat ik mijn fles met dat rietje erin ga gebruiken, want die gaat niet weg. Maar van boven, weet je? Ja. Dat is gewoon metaal met een dop erop. Oh kijk, dan kan je zo drinken zeker, denk ik, ja. Inderdaad, nou dat is wat uit te proberen en zo is die dicht. Gloos. Dus nou kan er niks uitkomen. Doe je hem open, kan het wel. Ja. Maar ik vond de print ook zo leuk. Ja, ze zijn duurder natuurlijk dan die plastic flessen. Logisch. Maar wel veel beter en hygiënischer. Niet in de vaatwasser, maar gewoon onder de kraan. Even omspoelen. Desnoods met zo'n rager van vroeger de babyfles schoon te maken. Die heb ik nog. Hup, is die schoon. Zo simpel. Even zien hoor. Ik weet niet of jullie dat kunnen of daar wel eens van gehoord hebben. Nou, dat wil nou niet eens. Want er, oh, kijk, daar, ja, daar zit die stikker, die zit er helemaal overheen. Dus dat moet ik helemaal openbreken. Maar er zit weer wat in natuurlijk. Het is vloeibaar en ik hoor nou niks. Vloeibaar. Nee, dus er zit nog weer wat in. Dat krijgen jullie straks wel weer te zien, maar niet nu. Bij Zeeman maak ik weer reclame, maar ik word er niet voor betaald. Dit is een wielrennersfietsbroekje. Bij de Hema waren ze ook maar, daar waren ze duur. Nou, ik voor hetzelfde geld geloof ik twee, want ik heb deze. Voor naar
De fysiotherapie toe sowieso. En deze. Dat is een ribbeltje. En die zelfs nog een beetje langer. Zo te zien. En dan heb ik liever die langere aan. Kom. Ja, en dat scheelt ook nog een heleboel. Ja. Dus dan heb ik liever zo eentje aan. Dan die kortere naar de fysio toe. Ja, toch? Ja. Ik zeg me wel. Dat moet ook even bewaard blijven, want ik moet ze natuurlijk nog passen. Uiteraard. Ja. Maar dat doen we vannacht wel weer. Dat ga ik nu niet doen. Ik heb nou een zwarte legging aan. Maar die legging, die kruipen omhoog. Die de telefoon is geweest. Kruipt omhoog naar je liezen toe. Dat vind ik niet zo netjes voor bij fysiotherapie. Dus, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga even opruimen en kijken wie er gebeld heeft. En desnoods terugbellen en dan komt het wel goed. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles en van het prachtige mooie weer, want we hebben nog steeds een strak blauwe hemel waar ik heel erg blij mee ben. En vanmiddag, dat ik met de meisjes liep, toen heb ik een wonder gezien. Voor ons een wonder. Ja, een wonder geschiet. Ik heb het tegen Willy al verteld. Ik heb 2 vliegtuigen gezien. Vroeger trokken ze ook al streepjes, maar die verdwenen heel snel, binnen een paar seconden. Vanmiddag 2 ermee gezien. Nou, zo behoort het. En niet dat ze de hele lucht dicht trekken en dat de zon weer verdwijnt. Dat willen we niet hebben. Nee. Dus dat ben ik wel weer blij mee. Ja, helemaal geweldig. Dus ik zou zeggen, ja, geniet. Geniet van alles met dit weer. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik zit mij rot te zweten hier van hier tot yesterday. Ja. Maar ja, ik kan de pret niet boeien. Ik ga zometeen het zonnescherm naar beneden halen. Want morgen wordt het nog weer wat warmer. Het is in huis benauwd. En dat houdt de warmte tenminste weer tegen. Want morgen zou het nog warmer krijgen dan vandaag. Het is buiten nog steeds warm. Ik ben al met de meisjes uit geweest. Het is inmiddels alweer 14:15, zeg maar 14:00. Dus zeg maar 14:15. Dus wij gaan hardlopen een beetje toe. Als ik het zonnescherm weer beneden heb. Hè, dametjes van het goede leven. Ja, ik had de deur al wel op slot, maar dat is met een knip en dan, ja, dat heb ik zo weer open. Dat zijn dievenklauwen, kennen de dieven er niet in. Dus heel makkelijk. Trouwens, ze kunnen sowieso niet binnenkomen, want ze moeten heel veel moeite doen. Ja. Dus, maar dan heb ik nog 2 lieve dames die beginnen te blaffen. Nou ja, ze weet ik dat ik 2 hondjes heb, dus ja. Kom je niet zo gauw. Nee, en ik zit bij het volle licht. Ook dat nog eens een keer. Een heleboel dingen wat hem tegenhoudt. Maar desniettemin heb ik vandaag nog wat meegemaakt. Want een jonge dame. Hier vlakbij. Ik kon er niet. Klopt op het keukenraam. Hallo. Ik denk, loop even om. Ik doe daar niet open, weet je. Staat op het raam. 2 maal. Ingang op de hoek. Dat komt dan om de hoek. Maar ja, ze wist niet zeker. Maar ja, ze kwam dus om. Maar ja, die meiden waren buiten. Die gingen tekeer. Ik zit naar binnen, maar die meiden wouden weer niet luisteren. Dus ja. Maar in ieder geval, eindelijk keek ze binnen. Toen zou ze het hele verhaal buiten gaan ophangen. Ik zei, nou, ze doet dat maar niet. Ik zei, want ik hou dat staan niet vol. Komt ze binnen. Klaar ligt de dag. Het is nog licht. Oké, begin van de avond. Ja, tussen zo laat en zo laat. Ik weet dat mijn hoofd niet. Raam van de auto ingekukeld. En ook het een en het ander eruit gestolen. Hoe dan? Op klaar ligt de dag. Ze verwacht je eerder. S'avonds laat. In het donker. S'nachts, weet je. Dat iedereen slaapt. Of wat dan ook. Dan verwacht je succes eerder.
Maar ik heb ook niks gehoord. Maar ik was ook rond die tijd was ik weg met de meisjes. Dus ja, of nog in de winkel of net van de winkel, ik weet het niet. In ieder geval tussen de... Ergens in die tijd is het gebeurd met boodschap of dat ik met die meisjes liep. Ja, dan hoor je niet. Je bent verder weg, je bent niet thuis, niks. Dus je hoort geen knal, niks. Nee. Maar ja, dat staat nou in mijn buurt, preventie. En ja, dat zou ik eigenlijk nog ook naar de groep doen op Facebook, maar dat ben ik vergeten. Nou, dat staat in ieder geval in de buurtpreventiegroep en... Ja, ze moeten. Ik heb er ook uitgelegd. Ik zeg, het is niet een groep waar je in praten mag. Ik zeg, het is enkel maar door, alles doorgeven. En word je aangesproken, dan klik je die aan en dan één op één. Ja. Dat kennen ook allemaal. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Morgen, vandaag, vanmiddag. Moet ik weer naar fysiotherapie, moet ik om 2:30 weer wezen. Dus we gaan opschieten vanaf deze kant. Dus ik zeg lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit jullie bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.